Ja, yo, beste kijkers van Daan van Geels. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mijn YouTube-kanaal. Ja, jullie zien het. Het is vandaag het laatste weekend hier op de camping. En dan bedoel ik zeg maar het laatste nazomerse weekend op de camping. Want jullie kunnen natuurlijk zien dat de zon nog heel mooi schijnt achter me. Maar nu, beste kijkers, ben ik nog eventjes lekker hier en kan ik genieten van andere leuke dingen. Maar ik wilde jullie trouwens ook nog even een aantal andere leuke dingetjes laten zien. Die zien jullie in ieder geval wel in mijn video. En, beste kijkers, inderdaad, in mijn vorige video, mijn reageervideo, had ik natuurlijk nog geen nieuwe intro. Maar dit keer nu wel. Hopelijk vonden jullie die mooi. Laat alsjeblieft in de reacties weten wat jullie ervan vonden. En dan gaan we nu, beste kijkers, nog eventjes lekker genieten van dit laatste nazomerse weekend. Want, omdat het vandaag namelijk nog lekker zonnig is, kan ik tenminste nog even genieten. Maar het zwembad is helaas niet open. Dus dat zal helaas wel eventjes een beetje lastig worden, want meestal breng ik de meeste tijd veel in het zwembad door. Maar nu het zwembad voorgoed is gesloten, zal ik wel eventjes kijken wat er komen zal. Maar ik ga in ieder geval kijken wat er gaat komen. Ik hoop ook voor jullie. Let's go! En zoals natuurlijk de meesten kunnen zien, is er nu nog lekker eventjes geen wolkje aan de lucht. De hele dag gelukkig. Maar ik zeg wel, de tijd vliegt snel voorbij. En daarom vind ik dat dit, beste kijkers, een beetje een soort afscheidsvlog eigenlijk is. Een soort van. Maar ik ga nog wel lekker op het springkussen eventjes voor jullie springen. Want dan ga ik nog wel even wat mijn laatste kunstjes laten zien. En het is denk ik niet heel veel voor deze vlog, maar het is voor deze camping eventjes meer een soort afscheidsvlogje. Maar ik zeg wel, er komt hierna een andere video die wel ietsje anders gaat zijn dan de video's die ik normaal maak. Maar dat zullen jullie wel zien als hij komt. Maar dit is in ieder geval dus hoe het er nog allemaal lekker uitziet. Let's go! Nou, ik zit in ieder geval weer lekker eventjes in mijn caravan en het is, beste kijkers, zoals jullie kunnen zien, ook weer bijna 1:15. Ja, de tijd vliegt voorbij, maar toch wou ik nog eventjes samen met jullie gaan nagenieten van dit laatste heerlijke nazomerse weekendje. Dat begrijpen de meesten van jullie waarschijnlijk wel. Want ik durf te wedden dat er waarschijnlijk nog wel andere kijkers hier van mij zijn. Als ik naar het springkussen ga, dan denk ik persoonlijk dat daar ook wel weer een paar van mijn kijkers nog zullen zijn. We zullen het zien. Hey. En I can't try it.
Oké, 3. Anders denkt iedereen dat Jaya Downie is. Dat is gewoon voor de gein. Oké, dit gaat niet op YouTube komen wat je daarin doet. Je moet de rare stukjes er even uitknippen. Ik zal het doen. Daar, ja. Jullie zien, beste kijkers, dat ik weer op een ander veldje hier op de camping sta. Maar nou, de jongens en ik hadden eventjes onze kunstjes laten zien. Dus dat was in ieder geval leuk. En verder gaan we nog eventjes kijken wat er allemaal te doen is. Maar het is wel in ieder geval nog lekker zonnig. Want jullie kunnen natuurlijk zien dat er geen wolkje aan de lucht is. Eerlijk gezegd vind ik het wel jammer dat de zomer te snel voorbij gegaan is. De tijd is te snel voorbij gevlogen. Ik wou eerlijk gezegd dat we al zomervakantie hadden vanaf begin juli. Dat was pas fijn geweest. Maar ik ga nu nog eventjes lekker kijken wat er te doen is. En dan is het tijd om deze laatste nazomerse weekendvlog weer af te sluiten. En beste kijkers, jullie zien natuurlijk dat het alweer avond is. En als jullie achter me hier kijken, kunnen jullie zien dat het een mooie zonsondergang begint te worden hier op de camping. Ik ben benieuwd wat jullie er zelf van vinden. Maar het is inmiddels alweer avond. En we gaan gewoon eventjes kijken wat er allemaal nog voor leuke dingen zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd niet al te veel. Behalve dan dat hier achter mij een prachtige zonsondergang is. Laat alsjeblieft in de reacties weten, beste kijkers, wat jullie ervan vinden. En dan wordt het denk ik maar weer eens even tijd om verder te gaan. Of om deze leuke vlog weer af te sluiten. Morgen ga ik nog eventjes de laatste paar leuke dingetjes laten zien. En dan sluit ik hem weer lekker af. En beste kijkers, het is inmiddels alweer heel laat. En ik ga zelf in ieder geval lekker slapen. En dan zie ik morgen wel weer wat er komen zal. Maar ik wil jullie morgen ook nog wel eventjes een aantal andere spannende leuke dingetjes laten zien die mij zijn overkomen op de camping. Maar goed, tot morgen, beste kijkers. Ja, beste kijkers, het is inmiddels weer ochtend. En zoals jullie kunnen zien, is het weer een heerlijke nieuwe dag. Nou, ik heb zelf in ieder geval lekker geslapen. Maar ik wilde jullie trouwens nog een aantal andere leuke dingetjes laten zien die ik had meegemaakt op de camping. Ten eerste, beste kijkers, heb ik natuurlijk meegedaan aan de Witter Zomers Got Talent. Dat is zeg maar zo'n talentenshow waarbij je je talent moet laten zien. Nou ja, ik had daar zeg maar gedanst op de Mario Just Dance. En bij deze wil ik jullie eventjes laten zien hoe ik ging dansen. De video die je zult zien is opgenomen door mijn vader. En dus, beste kijkers, laat ik jullie eventjes zien hoe ik ging dansen. Kijk maar even. En alle kinderen die willen, die mogen natuurlijk hartstikke hard meedansen. Dus ga lekker staan voor je stoel, niet erop, in het gangpad. Mario. Oh,
Nou, wat vonden jullie ervan, beste kijkers? Dat had ik zelf inmiddels ook inderdaad nog eventjes gedaan op de camping. En daarnaast, beste kijkers, nog even iets heel anders. Werd ik, zoals de meesten van jullie wel weten, werd ik een keer hier zo erg gepest op het springkussen. Ik heb trouwens nog wel één kort filmpje daarvan opgeslagen. En daarin zien jullie ook echter wie de pestkoppen waren. Ik ga denk ik de video niet laten zien, want... Of zal ik het wel doen? Want die pestkoppen, die hebben het immers wel vergeven aan mij. Maar ze hadden echter ook grove taal tegen mij gebruikt. Dus dat was ook heel jammer. Maar verder is het in ieder geval wel goed gekomen. Dus dat is ook nog allemaal hier gebeurd dit jaar. Nou, beste kijkers, dat was het weer voor deze laatste nazomerse vlog. Mochten jullie dit alsnog wel weer gewoon even een leuke vlog vinden, druk dan zeker natuurlijk gewoon weer even op het duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan hoop ik, beste kijkers, dat ik jullie allemaal weer terugzie bij de volgende video op dit kanaal. Maar let wel, beste kijkers, dat mijn volgende video waarschijnlijk ietsje anders zal zijn dan de video's die ik normaal maak. Maar dat zullen jullie wel zien. See you all later!